Sorry, mag ik jou wat vragen? Ja, maar mag even mijn microfoon? Wie ben je eigenlijk? Ik ben Robert-Jan de Vos. Ik ben sportarts bij het Erasmus MC. En wat doe je hier op het Schouwburgplein? Nou, ik ben eigenlijk op zoek naar hardlopers. Want op zondag 7 april staan we hier bij de container van Rotterdam Make It Happen. En gaan we een quiz verzorgen voor hardlopers die wat meer willen weten over blessurepreventie. We hebben daar ook een folder van, dus die kan ik je gelijk meegeven. Ja, ik ben wel benieuwd. En kun je kort samenvatten, wat ga je dan zoal vertellen op die zondag? Nou, we zullen wat vertellen over het voorkomen van blessures. Dat is een heel belangrijk item, want we zien als hardlopers zich voorbereiden op een evenement dat ongeveer 40% uiteindelijk last krijgt van een blessure. Dus we willen graag tips daarover geven en ja, daar willen we hardlopers meer over informeren. Wat zijn de meest voorkomende blessures? We zien heel veel knieblessures, onderbeenblessures en achillespeesblessures is iets wat geregeld voorkomt. En nou ja, ik train ook voor de halve marathon dan voor volgende week. Wat kan ik wel of beter niet doen? Ja, het is een goede vraag. Als ik mijn wetenschappelijke pet opzet, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen je moet stoppen met hardlopen. Want we weten heel weinig daarover. En dat is ook de reden dat we veel onderzoek daarnaar moeten doen. Het is natuurlijk heel onwenselijk dat we moeten adviseren om te stoppen met hardlopen. Want het heeft ook heel veel gezondheidsvoordelen. Maar we moeten meer onderzoek doen naar het voorkomen van blessures. Als ik nou meer informatie wil, waar kan ik dat vinden, behalve op zondag 7 april hier bij jou? Als je eenmaal een blessure oploopt, dan is het van belang ja, om je goed te laten informeren. Wat een hele leuke resource is, is de website www.sportzorg.nl. En daar is een hardloopblessureadviseur. En daar kun je meer informatie krijgen over een specifieke blessure die je hebt opgelopen en wat je daar het beste mee kunt doen. Oké, nou bedankt voor de tip. Ik geef de microfoon weer aan jou. Ja. Ga ik verder met trainen en tot zondag. Succes!